domineert. En Danny Boffin is betrokken in zowat elke actie. Nu weer een schot dat naast het doel van Graham Stack belandt. Opnieuw een vrije trap, zowat halfweg de eerste periode. En deze keer kopt Bram van Geel hem wel binnen 1-0 Sint-Truiden. Danny Boffin buiten zwakte achteraan bij Beveren perfect uit met zijn gemeten vrije trappen. Bram van Geel is de afwerker, voor hem is het zijn tweede van het seizoen. En dan is daar plots ook Beveren. Belic met een vreemde tussenkomst. En dan kan Holz bijna scoren, maar via een truiersbeen opnieuw corner. En weer is het gevaarlijk. Dirk van Oekelen, een oud truienaar, kopt niet al te ver naast. Maar dan snel naar de overkant voor een nieuwe vrijtrap van Danny Boffin. En zou Beveren intussen zijn lesje geleerd hebben? Nee dus, Wouter Franke kopte 2-0 binnen. Franke voor het eerst in de basis na zijn kuitbeenbreuk bedankt meteen met een goal. De assist is natuurlijk opnieuw van Danny Boffin. En Boffin krijgt er maar niet genoeg van. Nu een slim paasje op Bonabuccia. Het duwtje van Chilvers en Ancien legt de bal op de stip. Liam Chilvers voor het eerst aan de aftrap ook. Zal zijn debuut niet gauw vergeten. Hij krijgt ook nog een rood karton onder de neus geduwd. Wie anders dan Danny Boffin mag de strafschop nemen. Stek voor de derde maal verslagen. De wedstrijd lijkt aan de rust al helemaal gespeeld. Weinig verandering in het spelbeeld. Na de rust Sint-Truiden doet wat het wil vanavond. En Beveren met zijn tiene biedt weinig weerwerk. Bram van Geel wordt aan de mouw getrokken door John Holz en opnieuw legt Ancien hem op de stip. Het trekwerk van Holz wordt deze keer niet bestraft met een kaart. Danny Boffin heeft zo'n voet in de 4 Truijense goals. 2 assists en 2 zelfgemaakte goals. En daar is Sint-Truiden al opnieuw. Bram van Geel nu weggestuurd. De perfecte assist voor Desiree Mbonabuccia. En voor wie het nog goed wil volgen, het is 5-0. Sint-Truiden heeft de verdienste zijn fans 90 minuten spektakel aan te bieden. En het is nog niet voorbij. Bousvia is in de ploeg gekomen bij Beveren. Die schrikt van Danny Boffin. Balverlies, snelle combinatie met Désiré. En ook perfect afgewerkt. 6-0, de derde goal van Danny Boffin. De 300ste zege van Sint-Truiden in eerste klasse moest er een zijn met een strik rond. En Beveren werkte gewillig mee. Het leek heel sterk op het team van vorig seizoen. Toch komt er nog een eerreddend doelpunt voor Beveren als een hoekschop toevallig op het been van Arsène neervalt en zo in doel verdwijnt. Sint-Truiden houdt het bij 6-1 en is met een 7-12 goed aan deze competitie begonnen. Kan je nog herinneren de laatste keer dat je 3 keer gescoord hebt? Ik denk dat ik nog een zeven keer 3 keer gescoord heb. Dat is op Aalst geweest met Anderlecht. En dat is toch een paar jaar geleden. Het maakt niet veel uit als ik doelpunten maak. Dus als we maar winnen en als ik iemand kan laten scoren, daar heb ik heel veel plezier van. Gevarieerde speeldag hebben we gekregen.